Op nummer 5 vinden we met 3% van de stemmen wethouder Kees Logge van Haarlemmermeer. Die wordt beschuldigd van fraude bij zijn vorige baan. Ik denk dat de VVD heel verstandig zou zijn om tegen Logge te zeggen: hou alsjeblieft de eer aan jezelf om de schade te beperken voor onze mooie gemeente Haarlemmermeer. Voor het wethouderschap is Kees Logge directeur van kinderdagverblijf Kindzorg. Uit een brief van medewerkers blijkt dat hij daar weinig vrienden heeft gemaakt. Hij wordt ervan beschuldigd de financiële cijfers te hebben opgepoetst, zodat hij een riante bonus kon ontvangen. Maar het ergst van alles vinden de werknemers het schrikbewind van Logge. Hij is een bruut, een schreeuwlelijk. En als hem iets niet bevalt, ontslaat hij je op staande voet. Commotie alom in het gemeentehuis. Al blijft zijn eigen partij vierkant achter hem staan. Als de toenmalige eigenaar een reden zou hebben gehad om te zeggen: Kees Logge heeft dingen gedaan die hij niet mag doen, had hij gewoon naar de kantonrechter kunnen gaan en op staande voet kunnen ontslaan. En ook Kees Logge zelf ontkent fraude te hebben gepleegd. Ik heb in 2012 geen bonus toegekend gekregen. Bewijzen komen niet boven tafel. En dus blijft Logge aan als wethouder.